Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van Zomervisite, de editie van 2017. We zijn vandaag op bezoek bij Guusje Kuik. Guusje, leuk dat we hier bij jou in de tuin mogen komen. Nou, welkom, gezellig. En Guusje Kuik, wie is dat? Oh, wie dat is? Ik ben, wat moet ik daar nou op zeggen? Ik ben Guusje Kuik. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik woon al sinds 1973 in Tiel. Mm-hmm. Dus ik heb hier al wortel geschoten in Tiel. Ik woon hier al vanaf 1973 met Koen, heb ik hier gewoond. Koen is 3 jaar geleden overleden. En wij hebben hier als beeldend kunstenaars gewerkt. Ik werk nog steeds. Dat is gewoon een vak wat je nooit afsluit. Eigenlijk je passie, hè? Ja, dat gaat gewoon. Dat is gewoon een manier van leven, een deel van je leven. En ik werk. Ja, dan heb ik het over mijn werk. Ik werk figuratief en naar beweging. Mm-hmm. Koen en ik hebben 2 kinderen, 2 zonen, die hier opgegroeid zijn en die na hun middelbare school verhuisd zijn naar de stad. En zijn ook hartstikke creatief. En die zijn allebei het vrije vak, het creatieve vak ingegaan. Ja, komen we later nog wel op terug. Ja, dat is goed. Ja. Hey, kunstenaar, in het brede zin des woords, mag ik het zo zeggen? Ja, wat weet je, naam kunstenaar benoemen is heel moeilijk. Precies. Maar je bent gewoon bezig met het maken van, het creëren van iets wat ik in mijn leven tegenkom. En in mijn geval is dat, ik ben altijd heel erg gepassioneerd en gefascineerd geweest door beweging, door theater. Ik ben eigenlijk wel een bekruistuiving met theater en dans, is heel erg terug te vinden in mijn werk. En dat heb ik zowel 2- als 3-dimensionaal, doe ik dat. Mm-hmm. En ik heb ook dansanimaties gemaakt. Want ik teken naar beweging. En ik heb op een gegeven moment ook gedacht van, nou, dat kan ik omdraaien. Ik ga al die tekeningen die ik heel... Koen zei als jij tekent sneller dan je kijkt. Dus ik maak heel ontzettend snel registraties van wat ik zie. En dat heb ik op een gegeven moment omgedraaid. Toen ben ik ook animaties gaan maken. En eigenlijk ben je door je hele leven door, ontwikkel je je en komen je nieuwe dingen tegen en ga je weer nieuwe avonturen aan. En bij mij was het op een gegeven moment zo, van dat ik had zoveel getekend en zoveel gezien in het theater. Ik dacht, ik wil zelf een theatervoorstelling maken. Dat heb ik ook gedaan in 2008. Heb je dat? Ja, dat was ontzettend leuk. Andere tak van sport natuurlijk. Nee, of ook weer niet? Nee, dat hoort gewoon. Het is gewoon een verlengstuk. Dat hoort zo logisch bij wat je daarvoor gedaan hebt. Van het een komt het ander. Ik heb een videoclip gemaakt. De afgelopen jaren heb ik beeldengroepen gemaakt. Ook naar aanleiding van dansvoorstellingen. Ook bezig altijd nog geweest om te vernieuwen. Om bezig te zijn met nieuwe technieken. Je bent iedere keer nieuwsgierig. En je bent iedere keer komen er nieuwe ideeën naar boven. Ik denk, nu wil ik dit gaan doen. Ik ben nu met een beeld bezig. En daar ben ik al mee bezig. Sinds Koen is overleden, denk ik, dit ga ik nu doen. Want ik heb, nadat hij overleden is, heb ik een project waar ik mee bezig was, heb ik gestopt. Omdat dat veel te veel tijd kostte. En omdat ik nu heel anders in het leven sta. Dus ik heb wel andere dingen opgepakt. Hoezo sta je anders in het leven sinds zijn dood? Omdat ik was toen bezig met een project. Dat ging over ouderen. Volgens mij heb je daar wel eens een keer een opname over gemaakt. Klopt, ja. En het waren ouderen die ik interviewde om te kijken van, hoe sta je wordt 60 en hoe staan mensen die 60 worden in het leven en wat verandert dan in het. Was een mooi project. Ja, dat was geweldig. En ik stond op het moment dat Koen overleed, stond ik net op het punt om dat project verder te gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Ik had een producent gevonden, we zouden daar samen iets mee gaan doen. Maar ik doe zelf ook nog mee in het interview en als je nu die vragen mij zou stellen, zou ik er anders op antwoorden, want voor die tijd had ik niet bedacht dat het bestond dat je leven in zou storten als je dat je partner zou verdwijnen, zou overlijden. Ja, dat is allemaal voor later. Dus dan gebeurt dat. Ja, precies. Je denkt, ik ga door, dat zeg ik ook, ik ga door totdat ik er ben neerval. Maar ik ben niet neergevallen, maar mijn leven is totaal veranderd. En ik had ook, het maken van animaties is waanzinnig veel werk. Zit je gewoon 10 uur per dag aan de computer. Ja, één plaatje, je hebt 25 plaatjes nodig per seconde. Precies, ja. Dacht ik van, dit moet ik niet doen, er ligt nu zoveel. Ik wil gewoon ook het werk van Koen, wil ik nu afsluiten. Dat gaat nu gebeuren, 2 september komt er een overzicht en tentoonstelling in Zinder, het nieuwe cultureel centrum. Mm-hmm. Tot wanneer duurt die? Die duurt tot, ik geloof, 1 oktober. Ik heb vandaag de tekst binnengekregen. Okay. Mooi, wat zeg je? Trots op. Ja, dat is zo mooi. En zijn laatste kunstwerk, zijn wens was dat in een openbare ruimte zou komen. Dat komt ook in Zinder te staan, de bouwplaats. Het is zijn laatste kunstproject waar hij echt 2 jaar met volle overgave aan gewerkt heeft. En ik ben zo blij dat een plaatsje krijgt in Tiel.
Maar goed, daar ben ik dus nu mee bezig om dat samen met de Stichting Vrienden Kom Kijken, om dat te klaar te maken. Ja. Op het boekje. Het is echt dit is het jaar van hommage aan het werk van Koen. Zo zie je dat zelf. Dat is maar zo het is het ook. Dat is het ook. Ben je anders gaan kijken naar de dood, sinds dat hij er niet meer is? Ja. Hoe dan nu? Nou, de dood is onontkoombaar. Dat weten we allemaal. Maar, daar willen we niet mee geconfronteerd worden, normaal gesproken. Maar daar ben ik niet mee bezig. Je leven gaat gewoon door. Je bent, als je 50 wordt, als je 60 wordt, ik ben nu 67. Je denkt zelf, oh ja, dat gaat ook een keer komen. Hè. Laten we samen eens kijken hoe we samen oud worden. En dat is nooit gebeurd. Tenminste, niet het idee niet dat je hebt van... Ja. Nou, ik heb een aantal documentaires gezien van mensen die dan echt oud zijn, 87, 88. En dat vind ik zo waanzinnig mooi om te zien hoe iemand praat als je zo oud bent, weet je. Want dan weet je gewoon van... Dat ze de gezondheid nog hebben en dat ze allebei nog helemaal van geest zijn. Nee, maar dat ze ook weten dat dan komt er ook een einde. Er is bijna niemand die 100 wordt. Maar als je 60 bent of 65, dan is dat nog niet aan de orde. Dan ben je bezig met hoe gaan we nu nog een leuke oude dag hebben samen. En dat is jou niet gegund? Nee, dat mocht niet zo zijn. Maar je hebt wel een vorm voor jezelf kunnen vinden om genoeg uit het leven te halen om nog door te gaan. Ja, het ene is van dat ik dus deze 3 jaar bezig ben geweest om te zorgen dat het werk van Koen een plek krijgt. En ik ben bezig geweest om te kijken hoe ik zelf verder kan. Van alles heb ik gedaan. Moeilijk? Ja, dat is heel moeilijk, ja. Wees mijn maatje. Gewoon in alles. Ja. Als je 24 uur per dag je leven lang echt vanaf de kunstacademie samen bent. Ja, en dingen deelt en doet en denkt. Ja, en ik heb een paar opdrachten gehad. Ik heb dit jaar een leuke opdracht. Ik ben met dingen bezig. En bij ons was het vanzelfsprekend. Goh, wat vind je nou, weet je? Ik ga nou eens, gewoon iemand, gewoon je partner waar je... waar je lief en leed mee deelt. En dat is dus weg. Maar als je nou eens nou nog wel eens in die spiegel... Dat mis ik echt wel. Ja, snap ik. Maar als je dan in die spiegel kijkt, hè, kun je dan ook nog antwoorden van hem terugkrijgen? Krijg je ook antwoorden van hem dan terug? Ga je zo ver? Lijkt me zo mooi. Ja, het is wel heel mooi wat je zegt. Tuurlijk zeg ik dan, goh, jee, kom, wat moet ik nou? Help me eens. Ja. dat vraag ik, ja. En het kost me veel meer moeite dan vroeger, omdat je dan een tegenkom had. Maar, en nu komt er nu ook uit. Die antwoorden en dan krijg kun je denken van, oh ja, god, hij zie je wel, help, ik kom er wel uit. Ja. Tuurlijk kan ik het. Alleen kost het me heel veel moeite. Maar wat jij zegt, gebeurt inderdaad. Ja. Maar is wel heel mooi. Ja, tuurlijk. Geen moedkracht geven. Ja, klopt. Nou. Hey, Tiel. Tiel, ja. Vertel, wat vind jij nou van Tiel? Tiel. Ja, daar woon ik natuurlijk al ontzettend lang. En Tiel was voor ons een plek waar we gingen hier wonen. Fijn huis, centrale Nederland. Maar door de jaren heen. En eigenlijk is dat heeft al een tijdje geduurd voordat we ons een beetje mengden hier in de samenleving. En Koen werd op een gegeven moment kwam in de commissie Beeldende Kunst, de adviescommissie. Mm-hmm. We waren natuurlijk een stelletje rare eenden in de bijt in dat Tielse... Nee, absoluut niet. Nee? Wij woonden eigenlijk wij woonden hier heel graag en heel fijn. En op het moment dat je kinderen krijgt die aan de school, dat komt er ook al. Dan ga je ook in. Dan komen sociale contacten met andere mensen uit de plaats. Mm-hmm. En eigenlijk, want ik denk wel eens van, nou, ik woon nu in Tiel alleen. Maar ik woon natuurlijk niet alleen. Ik heb in die 40 jaar heb ik zoveel mensen hier leren kennen. Als ik hier weg zou gaan, zou ik zoveel vrienden die ik heb gemaakt. Nu. Dat is nu. Dat is logisch. Nee, maar goed, dat is dan... Als je al zo lang in de plaats woont, is dit ook de plaats waar ik moet blijven wonen. Ja. Dit is gewoon, dat is zo gegroeid in al die jaren. Nee, maar had goed gekund, hè, dat de kunstenaarsfamilie, kijk, Tiel uit waren gegaan naar een grotere stad. Had gekund. Ja, maar is niet gebeurd. Op zich is dat dan Het is niet gebeurd, maar het kwam ook omdat we hier zo'n ontzettend fijne plek hadden. Ja, een fantastisch huis natuurlijk, in de Stationstraat. Ja, en ook met de middelen die we hadden. We hadden best wel ergens op het platteland willen wonen. Dat was financieel. Ja, maar het had misschien dat je zei van nou, het geeft hier toch ook weer op een bepaalde manier rust. Absoluut. Als je naar de stad gaat, misschien was het beter geweest in het begin dat we een paar jaar in de grote. We kwamen uit Eindhoven. Misschien een paar jaar in Amsterdam hadden moeten wonen. Maar wij realiseerden ons heel goed dat dit ook rust gaf. Zo'n provinciestadje. Ja. Als je in Amsterdam woont, word je continu afgeleid. Je wil naar het museum, je wil naar de film, je wil naar het theater. Je wil alles, ja. En Tiel heeft het allemaal wel. Maar in mindere mate natuurlijk, ja. Ja, en is dat achteraf gezien ook zo is dat ook zo uitgepakt? Ja, dat was goed. Ja,
Het heeft ons heel, we hebben echt heel veel kunnen doen hier, omdat we hier ons eigen klimaat hebben gecreëerd. En als we weg wilden, gingen we... Ja, god, je zit een uurtje van Amsterdam, een half uur van Bos. Nederland is een groot dorp, je rijdt overal zo naartoe. En je fietst de hoek om en je zit in de polder. Binnen anderhalf uur zit je in Antwerpen, een hele andere Absoluut. Wereld. Absoluut, dus dat maakt Tiel ook heel, heel sympathiek. Ik merk nu wel dat ik denk, af en toe, denk dat ik al een beetje Tiels ben geworden. Mm-hmm. Want ik lees dan over mensen, die hebben het dan over Zinderen. Ik vind Zinderen echt, ik vind het zo'n prachtig gebouw. Ik vind het zo'n mooi gebouw. Ja, van buiten. En van binnen, ik heb het van binnen gezien. En dan lees ik toch weer mensen die zeggen, voel je lelijk. En Tiel heeft een kans gemist. Denk, oh my god, dat is een zure Tielse gedoe. Ja, en dat zijn dan niet eens volgens mij mensen die uit Tiel komen. Maar ook mensen die... Maar dat, ik, weet je, dan word ik wel een beetje boos. Ik denk, verdomme, kijk nou wat hier... Het is toch ongelooflijk wat Tiel, zo'n klein provincieplaatsje hier presteert. Ja, is knap. Ik vind het. Met je eens hoor. En het brengt ook weer reuring. Het brengt ook weer andere dingen. Ja. En, ik vind het echt natuurlijk wel is het altijd een financieel plaatje wat je af moet wegen. Maar, als je de geschiedenis kent van het financieel plaatje, dan weet je gewoon dat 2002 dat potje al gecreëerd is bij de verkoop van het gasbedrijf. En dat heeft iemand bewaakt omdat hier een nieuw cultureel centrum moest komen. Dat is dus nu gerealiseerd. Ja, maar met kunstzinnige dingetjes, hè, met evenementen, zie je toch dat Tiel een stad is. Kijk bijvoorbeeld naar zo'n Jazzy Tiel, hè, wat de laatste jaren is opgezet door Van den Burg onder andere met zijn vrouw en de boer. Ja, dat is... Heeft allure. Ja, maar dat komt wel door degene die dat initiatief nemen en die zich daarvoor inzetten. Daarom is het wel jammer, dat mensen, Pieter is weg, die is ook overleden. En denk van, kom op mensen, dit moet gewoon doorgaan. Want doordat mensen zich daarvoor ingezet hebben, is dat ontstaan. Ja, klopt. Gewoon pure passie. En ik ken het vanaf het begin, het Jazzy Tiel. Dat begon in 22 met heel klein, ik heb toen ook nog mee, heel kleinschalig. Was je nog bij? Ja, was ik nog bij. En dan, en nu is het echt, begint het echt een festival, een volwaardig festival te worden, of is het al? Ja. En hoe dat verder gaat, weet ik niet. Maar als je dat, volgens mij hangt dat niet af van rijkssubsidies. Nee, dat is gewoon puur eigenlijk... inzet van particulieren. En die kunnen dat is het weer... leuke van Tiel, hè? Want die Tielenaar, althans zo ervaar ik het, een beetje brommers. Maar uiteindelijk gebeuren er wel hele bijzondere dingen in die stad. Ja. En heeft altijd te maken met bijzondere Tielenaren die dat oppikken. En dan zeg ik niet dat het credits geeft aan één persoon, maar die geven wel een initiatief aan iets. Ja, het heeft al tijd nodig. En ik heb nu dit jaar, ik vond echt, het bestaat nu 5 jaar, 5 mei activiteit in Tiel. Mm-hmm. En die is dit jaar voor het eerst. Het is een initiatief van Joyce Bloem en nog een aantal mensen. En dit jaar was voor het eerst, liep die route, het was een 5 mei route, liep helemaal langs de Waal. Ja. De Waalroute. Kon hier met pontje over, meer verbeden. Was uiteindelijk. Maar goed, die vertelde verhalen op pontje. Aan de overkant waren allemaal kunstmanifestaties. Je kon daar met een pontje, je kon in Gewaarde met een pontje. Je kon een zandbom. Overal waren pontjes op die ene dag. En dan merk je dus dat nog moet groeien. Ja. Dat is 5 jaar en dat groeit heel langzaam. En ik denk als we een paar jaar verder zijn, dat het... Want heel veel mensen kenden het niet. Nee, maar goed, als dat... Maar dat is Tiel, of omdat het zo kleinschalig is. Als het een traditie wordt, dan groeit dat vanzelf. Ja. Jouw kinderen, ook de kunst ingaan. Ik kan me nog herinneren, er was een hype van misschien wel 4, 5 jaar geleden. Van een zoon van jou. Mm. Die zat op een gegeven moment bij De Wereld Draait Door. Met een, had iets uitgevonden dat hij kon vliegen. Ja. Ja, dat is natuurlijk grappig. We hadden zoiets van met vleugels. Maar zo overtuigend gedaan. Hoe zat dat verhaal nou in elkaar? Het was een traject van 8 maanden. Mijn vader die had altijd ideaal om zelf te kunnen vliegen. En bij mij thuis, bij zijn opa, hingen allemaal tekeningen aan de wand. Van hoe hij een vliegtuig... Wat deed jouw vader? Mijn vader die was tuintechnicus, tuinarchitect, heeft in de Efteling heeft hij de tuin ontworpen. Okay. Maar hij had een passie voor hij wilde wel, zijn wens was om een keer te kunnen vliegen. Maar bij Floors waren die tekeningen, dat was hem zo bijgebleven. En ieder mens heeft wel de wens of het idee van, goh, als ik toch zelf zou kunnen vliegen. Ja, klopt. Die droom die wilde hij dus in een fake project, wilde hij dat waarmaken. Maar ja, dat is niet alleen een project van het kunnen vliegen, daar gaat een heel verhaal aan vooraf. Dus hij heeft zich gepresenteerd als Jarno Smeets. Mijn vader heet Smeets. Ik heb mijn meisjesnaam Smeets. En Jarno Smeets die gaat dus iets bedenken waardoor hij zelf kan vliegen. En dat project is opgebouwd in 8 maanden. Via Facebook of via internet, Twitter, alles wat social media zo is. Zo overtuigend. Ja, zo overtuigend dat er over de hele wereld ging men geloven dat hij zou kunnen gaan vliegen. Ja.
Ja, en bij zijn 8e filmpje is hij inderdaad de lucht in, bijna de lucht in gaan, mislukte. En daarna is het dus wel gelukt. En toen heeft hij dus zijn naam. Toen wilde dus de wereld draaien door weten van wat dit nou was. Ja. Maar ook de BBC, echt de hele wereld stortte zich op hem. Ja, bijzonder. Ja. Bijzonder verhaal. En dan zie je ook dat social media kan zo sterk zijn. Als je het op de juiste manier gebruikt. Gewoon 15 miljoen keren zijn die filmpjes bekeken en de hele wereld die kende hem. Ja. En wat doet hij nu? Ja, nog steeds kunstprojecten. Hij heeft de Beeldende Kunstprijs van de Volkskrant gewonnen een paar jaar geleden. Daarmee werd hij... Zo misselijk? Nee, hij werd beloond voor zijn oeuvre. Mm-hmm. Op zo'n jonge leeftijd, was 32. Koen heeft dat gelukkig nog meegemaakt. Nu is hij weer met een nieuw project bezig, waar ik dus niets over ga vertellen natuurlijk. Nee, dat kan nog niet. Gaat hij zelf doen? Nee, maar goed, dat wordt een project. Dat komt volgend jaar. Dus hij blijft bezig met kunstprojecten en het zijn vaak projecten die ook te maken hebben met internet en met multimedia projecten. En dit wordt ook een vorm van film, maar ook weer niet echt. Het wordt een soort game. En hij maakt ook clips, hè? Tenminste, niet zelf, maar regisseert ze. Hij wordt dus wel eens gevraagd van wil je meewerken. Ook van niet de minste? Nee, voor de staat heeft hij de clip gemaakt. Dat is heel leuk. Ik zie dan hoe zich dat ontwikkelt, hè? Hoe die daarmee begint. Ja. Hoe zoiets ontstaat. Dat is wel eens leuk om te zien. En die clip is uiteindelijk... Hij zou op een gegeven moment... Want het duurde zo lang voordat die clip klaar was. En op een gegeven moment had de staat besloten om... Maar niemand... Want dat nummer was al passé eigenlijk. Ja. En toen hebben ze hem uiteindelijk toch nog online gezet. En toen ze hebben prijzen mee gewonnen. Het is echt een enorme hype ook weer. En de staat heeft daar een enorme bekendheid door gekregen. Ja, dus ook weer zinnig geweest dat hij daar de aandacht aan besteed heeft. Maar hij volgde zijn passie. Ja, dus ook een passie. Weet je, dat zijn projecten, daar wordt hij wel voor betaald. Maar dat stelt om. Kunstenaars moeten ook... Daar doen ze het niet voor. Worden niet rijk. Daar doen ze het niet voor. Tenminste, deze kunstenaar wordt ook niet rijk. Maar hij kan ervan leven en dat... Als je nu terugkijkt op je leven tot nu toe, is het dan verlopen zoals je in je hoofd had zitten? Nou, dat kun je van tevoren niet bedenken. Ja, maar je hebt toch wel sommige mensen hebben een lijn, hè? Nee, je hebt als kunstenaar geen lijn. Je hebt alleen er is geen lijn. Maar laat ik het dan anders zeggen. Ben je bij jezelf gebleven? Want dat is wat je wil. Ja, nou, je hebt één. Je wil de dingen doen die jou interesseren, die jou boeien. Je moet overleven, allebei in het vrije vak. Tuurlijk. Van iedere maand geld op de plank en dat viel niet altijd mee. Dus daar moest je ook concessies in doen, maar het gaf je vrijheid. Dus de vrijheid als zelfstandig ondernemer, dat was een hele belangrijke draad. Als je het overlijden hebt, vrijheid. En je krijgt in zo'n periode, want ik ben ook best wel periode, ik heb veel geïllustreerd. En dan krijg je baan in het onderwijs aan, dan kun je op de academie lesgeven. Koen ook niet. Dat is heel, heel aantrekkelijk om dan zo'n baan... Ja, maar dat zou de kosten gaan van. Dan ben je je vrijheid kwijt. Ja. Je hebt wel die zekerheid van inkomen, maar dus dat hebben we nooit gedaan. En maar ik vind het wel goed. Maar dus ook niet gehoeven. Nee, dat is soms ook... Soms is er ook een keus. Nou, je hebt echt wel periodes gaan denken, oh my god, hoe kan ik mijn rekeningen betalen? Dus het is wel, je kiest dan voor die onzekerheid. Ja, oké. En als je kiest voor zekerheid, kun je niet meer terug. Nee. Maar heeft dat dan te maken met jezelf verloochenen of niet? Of gaat dat niet zo diep? Dat heeft geen verloochening. Dat is juist een tegenovergestelde. Dat bedoel ik ook. Als je dat zou doen. Ja, god. Zit dat gevoel zo sterk? Ik denk omdat we allebei in het vrije vak zaten. Dat we dachten, nou, als jij niet kunt, kan ik het wel. We kunnen altijd er wel in komen. Wij komen er wel samen. Samen lukt je dat wel. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ik zie nu ook bij mijn kinderen. Die zitten ook. Die hebben ook geen vaste baan. Die kiezen ook voor die onzekerheid. Ja, want, en ook hun partners. Ze doen het allebei. Wat doet de andere zoon precies? De andere zoon die heeft, hier staan objecten, daar staat een object van. Mm-hmm. Hij heeft dus vrije vormgeving gedaan in Arnhem op de academie. En hij heeft ook meubels ontworpen. En op dit moment is hij een beetje aan het zoeken. Kijken, wat ga ik nu weer doen? Dus dat is niet, nu, bij Floris is het heel duidelijk, oké, de video en dan gaat hij dit weer in. Wij zitten gewoon in een lijn waar hij in doorgaat. En Gijs weet je niet wat er gaat gebeuren. Dus die is heel breed. Die weet het ja, al. Ja, die is heel breed. Ja, en dat is ook wel weer mooi natuurlijk. En wat heel fijn is dat hij heeft ook met Koen samengewerkt. En hij helpt mij nu ook met het laatste kunstwerk van Koen. Het moet helemaal gerestaureerd worden. Dus hij komt me af en toe helpen. Gaan we het samen afmaken en plaatsen. Welke werk is dat? Dat heet De Bouwplaats. Daar heeft Koen 2 jaar heel met volle overgave aan gewerkt. En dat is een hele grote stad. Utopische stad. En hij werkte met speciale materialen? Ja, hij werkte met transparante kunststoffen.
polyesterhars en met acrylaat. Ook niet makkelijkst? Nee, maar dat heeft hij zijn leven lang gedaan. Dus daar wist hij ook alles van. En zijn laatste dit kunstwerk is echt, heeft hij echt gigantische bouwwerken heeft hij gemaakt. En hij heeft nog echt nog een maand voordat hij overleed, was hij nog bezig om aan zijn nieuwe stad te werken. Ik heb hier nog alles liggen wat nog helemaal... Dat is wel mooi. Dat is, oh, we wilden nog zoveel doen. Is dat altijd voor hem werken, voor zover dat kunnen omschrijven, is dat altijd nog zeg maar die kleine jongen gebleven om het te maken? Ja, het is gewoon een kinderplezier. Ja. De vreugde als je iets wil maken en dat lukt en dat zie je ontstaan. Ik weet niet of dat kindervreugde is, denk ik niet. Het is gewoon... in ieder geval het pure. Het is puur, ja. Oké. Okay. Noem het maar archaïs dan. Vind ik ook goed. Ja. Hey, we kunnen nog wel uren doorpraten, maar ik vond het wel een puur gesprek. Oké, dankjewel. En mag ik jou hiervoor danken? Graag gedaan. Oké. En ik hoop dat iedereen straks kan genieten van het laatste kunstwerk van Koen in Zinder. Ja, vanaf wanneer was het ook alweer? 2 september staat het er. Dan is de open dag en dan wordt het ook onthuld. En dan de hele maand lang... En dan blijft het daar permanent staan. Helemaal super. Hey, nogmaals, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.